Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien overwegend veel wolken in het westen en midden van Europa. Op de satellietfoto van 17 juni. En het weer hangt samen met een omvangrijk laaggedrukt gebied. Het trekt geleidelijk aan richting het noorden van Europa, richting Finland. Maar de lucht is zaterdag nog onstabiel en zaterdag kunnen er nog een aantal buien gaan vallen. Maar geleidelijk aan neemt een hooggedrukgebied in betekenis toe. Het ligt op de Azoren en breidt zich uit richting Frankrijk en ook naar Polen toe. Maar voor vanavond hebben we in het zuidoosten van het land nog een aantal buien bij ons, met kans op onweer. In het noordwesten blijft het droog en klaart het op. En vannacht klaart het op meerdere plaatsen op en daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen beginnen we de dag droog met eerst wat zonneschijn, maar van het westen uit trekken al snel een paar buien naar het oosten van het land. In de middag klaart het in het westen weer op en het wordt 's middags 17 tot 19 graden bij een matige noordwestenwind. Op zondag, Vaderdag, blijft het nagenoeg droog. Misschien lokaal nog een spatje regen of motregen, maar veel stelt dat niet voor. En van het westen uit breekt de zon geregeld door, maar het is nog wel vrij koel met 16 tot 19 graden. En maandag wordt een prima dag met veel zonneschijn, geleidelijk aan meer wolken, maar wel tot de avond droog. En het wordt ook aangenaam warm met 20 tot 23 graden. Op dinsdag is het ook nog wel warm met 20 tot 22 graden, maar er kan een enkele bui gaan vallen. Dus het gaat de goede kant op met de temperatuur. En ook in de midden van de week zien we hoge temperaturen met misschien zelfs wel 30 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.